Jongens en meisjes, dames en heren, daar ben ik weer met een hele leuke vlog-update voor aanstaande vrijdag 29 maart. Dan ben ik weer in Den Haag, zoals altijd, bij de wedstrijd van ADO Den Haag, FC Groningen. En ze voorspellen dat FC Groningen gaat winnen in Den Haag. Want de oddspedia zegt dat FC Groningen de favoriet is voor de winst in Den Haag met een odds van 2,55 of een 2,5. Dat wij daar gaan winnen in Den Haag. Dus wij zijn favoriet daar, heb ik opgezocht op Oddspedia. En daar staat dat FC Groningen favoriet is voor de winst in Den Haag is. Dus, nou, laat die wedstrijd maar komen. De puntjes gaan mee naar Groningen. Hatsa! Lekker man. 3 punten dan hopelijk mee naar Groningen. En nou, we gaan gewoon zien wat het gaat worden. 29 maart, aanstaande vrijdagavond om 8 uur in Den Haag. En de wedstrijd moet ook nog bepaald worden wie de scheidsrechter gaat worden. Maar dat weten we aanstaande dinsdag. Want dan speelt ook het Nederlands elftal uit in Duitsland tegen Duitsland. Om 9:15. Een oefenwedstrijd. De Interland periode is nu gaande. Maar ik vind die Interland periode echt helemaal niks aan. Ik heb liever dat de KKD-wedstrijden, de keukenkampioen-divisie-wedstrijden en de Eredivisie gewoon weer lekker verder gaat. En dan gaan we weer vrolijk verder met het voetbal. Met de samenvattingen kunnen we dan weer kijken en alles. En ja, we gaan gewoon zien wat er allemaal gaat gebeuren met de Eredivisie en de KKD, de keukenkampioen-divisie. En ja, we gaan het gewoon zien. 29 maart, 30 maart, 31 maart en 1 april wordt er weer gespeeld. Dus ja, we gaan gewoon weer vrolijk verder. En 26 maart moeten we spelen uit tegen Duitsland. Nou, dat zien we aanstaande dinsdag wel. En het is natuurlijk ook weer heel belangrijk voor aanstaande vrijdag. Dan wordt het ook nog tussen de 14 en 18 graden weer. Jongens, we zijn weer van de regen af. We hebben weer even genoeg regen gehad. En ik heb deze gekocht in de Action. Dus dat is extra belichting heb ik bij de Action gekocht. Een mooie opvulling voor de vlogs. Dan kunnen jullie mij beter zien in ieder geval. En dan hoop ik dat jullie mij beter zo kunnen zien. En ook voor mijn duimpainting wat ik heb gekocht. Daar doe ik ook heel veel mee. Daar kan ik ook allemaal leuke dingen mee doen. En op het werk ben ik ermee bezig. Dus ja, we gaan gewoon zien wat allemaal de wedstrijden gaan brengen. 29 maart dus gaan we eerst naar Den Haag toe. En ik doe mee op 13 oktober doe ik mee met de 4-mijl van Haren helemaal naar Groningen weer. Daar ben ik ook weer bij voor de 37e editie alweer. Voor de derde keer alweer. Dat doe ik alweer volgens mij voor de derde keer alweer mee. En dan gaan wij op 16 juni gaan wij naar Guus Meeuwis. Naar zijn concert op 16 juni. En hij is daar tot en met 26 juni volgens mij als het goed is. Zijn laatste concert daar. In het Philipsstadion in Eindhoven. En wij gaan op 14 december gaan wij naar het muziekfeest van het jaar. In de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar begint het ook om 8 uur. En in het Philipsstadion begint op 16 juni. Om 15:45 of 16:45. Een van die twee tijden. En in het Ziggo Dome in Amsterdam. Het muziekfeest van het jaar begint om 8 uur 's avonds. Echt. Wat een leuk feest, jongen. Echt, Marco Schuitmaker komt, Dre Hazes komt, Jan Smit komt en nog veel meer artiesten komen. Dus ik laat me gewoon verrassen wat het dan wel gaat worden. En dan gaan we in ieder geval eerst op 29 maart gaan we in ieder geval eerst naar Den Haag toe. En we gaan gewoon zien aanstaande vrijdag wie er gaat winnen. En Henk Veerman is een hele goede speler van Den Haag, van ADO. Dat is de topscorer van ADO en onze topscorer van FC Groningen is Romano Postema met 15 treffers. Dus die zien in ieder geval de topscorer van ons Groningen. En wij hopen natuurlijk dat wij daar met de overwinning aan de haal gaan. En ik zal natuurlijk ook even de wedstrijd even vastleggen en allemaal filmen. Dus ik hoop dat jullie dat ook weer hele leuke vlogs gaan vinden. En ik zie jullie natuurlijk aanstaande vrijdag. En ik wens Bibi, dat is mijn oude coach van het boksen. En ik wil haar heel veel succes wensen in Spanje. Want zij gaat emigreren naar Spanje toe. En ik wil haar heel, heel veel succes wensen met alles in de toekomst wat zij gaat doen. Dus ja, Bibi, ook jij ziet ook deze vlogs. Je bent ook geabonneerd natuurlijk op mij. Dus ook jij heel veel succes met alles in je toekomst wat je gaat doen. En ja, jullie zien natuurlijk allemaal mij weer vrijdag gewoon weer terug op jullie beeldscherm. Vrijdagavond in het Bingo Stadion. Niet meer het Kyocera Stadion, maar het Bingo Stadion. Dus jongens, ik zie jullie daar aanstaande vrijdagavond in Den Haag. En dan zie ik jullie op 16 juni en op 14 december ook weer terug in de Ziggo Dome en in het Philipsstadion in Eindhoven.
En ik hoop jullie nu een beetje bijgepraat hebben over van alles en nog wat. En laat weten wat je gaat doen nu aankomende werkweek. Want morgen is het alweer maandag. Dan is het alweer 25 maart. En we gaan alweer richting de einde van maart alweer. Dan gaan we alweer richting begin april alweer. Want volgende week, of we nu aanstaande maandag, morgen is het alweer 25 maart. En die maandag erop na het weekend is alweer 1 april. Dus jongens, en ik wens jullie natuurlijk ook een hele vrolijke Pasen. Vrolijk Pasen toe natuurlijk. En vrolijke paasdagen. En maak er wat van met elkaar. En geniet van lekker van de chocola en van de eitjes. En even één ding, heel belangrijk. Niet te veel eten, want dat is ongezond voor je. En dat is niet goed voor je. Dus laten we gewoon lekker met elkaar gezellig eten. Maar niet te veel, pas op. Te veel eieren is niet goed voor je. Dus altijd lekker sporten. En veel eten is niet goed voor je. Maar wel gewoon lekker gezond eten is ook belangrijk. Maar ook wel eens snoepen mag ook wel eens tussendoor. Maar niet te veel, want dat is ook weer zonde. En je moet gewoon lekker even gaan fitnessen, gaan sporten, wat dan ook. En ga weer lekker bewegen. Net zoals wat ik altijd doe. Ik ben nu bezig met de fitness bij ons. En ja, we gaan het gewoon zien wat het allemaal gaat worden. En ik doe altijd dan 2 rondjes sporten en fitness, cardio, allemaal van die oefeningen. En ja, we gaan gewoon zien aanstaande vrijdag wat het gaat worden in Den Haag. Ik hoop dat onze FC Groningen dat wij daar gaan winnen. Maar we gaan het wel gewoon zien. En een vriendin van mij die appt mij nu. Dat zie ik net voorbij komen. En we gaan het gewoon zien wat het allemaal gaat worden. En ik hoop jullie natuurlijk aanstaande vrijdag allemaal terug te zien in Den Haag. In het bingo stadion van ADO Den Haag. En die wedstrijd wordt ook nog straks bekendgemaakt met de scheidsrechter. Wie de scheidsrechter gaat worden, maar dat wordt aanstaande dinsdag bekendgemaakt. Overmorgen in ieder geval. Dus morgen niet, maar overmorgen. Dan is ook de wedstrijd van Duitsland-Nederland en die begint om 9:15. Dus ik hoop jullie allemaal weer een beetje bijgepraat hebben. En natuurlijk ook weer even over Max Verstappen. Ik vind het heel zonde dat Max Verstappen is uitgevallen, helaas. Maar goed, jammer. Volgende keer weer beter en ik hoop dat hij volgende keer weer beter gaat rijden en dat hij dan weer wint de volgende wedstrijden. Jammer van de uitvalpartij en ja, we gaan het gewoon zien ook weer wat met Max. En ik hoop dat wij naar Abu Dhabi gaan, dat wij naar de race gaan in Abu Dhabi, naar de finale. Want daar kan Max een derde wereldtitel prolongeren, kan hij daar zijn derde wereldtitel pakken. Maar jongens, we gaan het gewoon zien wat het allemaal gaat brengen, wat het allemaal gaat worden. En wat wil ik nog zeggen? Oh ja, voor vrijdag gaan we dus eerst hopelijk nu gewoon winnen in Den Haag. En daarna zien we wel waar we verder allemaal gaan winnen. En dan moeten we ook nog een paar wedstrijden ook nog spelen. We moeten ook nog tegen NAC. Willem 2 moeten we ook nog tegen spelen. Dat is 26 april. En ik ga natuurlijk ook 20 april ben ik bij de wedstrijd in Ureborg. FC Groningen thuis tegen SC Cambuur Leeuwarden. Dan ben ik ook weer in Ureborg te vinden. Ook gewoon weer bij de thuiswedstrijd. Jongens, maak je geen zorgen over mij. Ik zal altijd alles vastleggen. Dus alles komt gewoon voorbij. En op 31 maart dan speelt Liverpool tegen Brighton. En dan speelt Manchester City thuis tegen Arsenal. Even een hele belangrijke voor zondag 31 maart. Die wedstrijden zijn heel belangrijk. Als Liverpool thuis wint om 3 uur 's middags, komt Liverpool weer bovenaan. En hopelijk dat Manchester City tegen Arsenal gelijk wordt in die competitie daar. En dat Liverpool gewoon kampioen wordt van Engeland. Dat hoop ik echt. Want jongens, Liverpool. Ik ben Liverpool supporter. Zit altijd al in mijn genen. Liverpool is de beste van Engeland. Dus ja, ik hoop dat Liverpool zondag 31 maart wint van Brighton Hove Albion. En we gaan gewoon zien wat het allemaal gaat brengen. En we zullen wel zien of Liverpool thuis wint, ja of nee, van Brighton. En Manchester City gelijk speelt of wint van Arsenal. Want als Arsenal wint, komt Arsenal weer boven Liverpool. En dat mag absoluut niet gebeuren. Dus ik heb liever dat het een gelijkspel wordt tussen Manchester City en Arsenal en dat Liverpool wint van Brighton. Dan staat Liverpool weer bovenaan. Dus en Arsenal en Liverpool is nu gelijk in punten, 64 punten. Dus ja, dus, staat nu een beetje op gelijke punten. Het is in ieder geval heel spannend en FC Groningen staat nu derde met 57 punten in de keukenkampioendivisie. En ADO Den Haag staat vierde met 55 punten. Dus het wordt nog heel spannend in Den Haag. Aanstaande vrijdag 29 maart in Den Haag. En laat weten hier even in de comments wat het gaat worden tussen ADO en FC Groningen. Laat weten
wat het gaat worden uit de wedstrijd in Den Haag. Laat even weten hieronder in de comments. Ik ben super benieuwd wat jullie gaan voorspellen voor ADO Den Haag FC Groningen. Aanstaande vrijdag 29 maart in Den Haag. Wat gaat het worden, jongens? Laat het weten. Ik ben mega benieuwd wat jullie allemaal voorspellen. En ik hoop natuurlijk dat wij dan met een 1-3 of 1-4 daar weggaan met een mooie overwinning. En dat wij de 60 punten mee kunnen nemen. Want Roda staat nu op de tweede plaats met 61 punten. Willem II staat eerste met 66 punten. Dus het wordt nog heel spannend wie kampioen gaat worden. En wie de tweede gaat worden en wie de eerste gaat worden. Dus ja, laat even weten onder in mijn comments, in de reacties, wat het gaat worden in Den Haag. Want het wordt een absolute kraken in Den Haag. Wie gaat er winnen? FC Groningen of ADO Den Haag? En wat gaat jullie voorspelling worden? En wat gaat het worden? Wat wordt de eindstand en wat wordt de tussenstanden? De eerste helft en de tweede helft. En wat gaat het worden in de laatste minuten van de wedstrijd in Den Haag? En de wedstrijd op het eind, wat het gaat worden, wat jullie eindstand wordt. Wordt in ieder geval wat jullie voorspellen. Ik zeg 1-3 of 1-4. Dus wat zeggen jullie? Laat het weten hieronder in de comments. Dan kan ik er ook op reageren. En dan gaan we het vrijdag wel zien wat het gaat worden. En dan kan ik daar ook weer op reageren wat de wedstrijd dan is geworden. En dan kan ik iedereen bedanken ook voor het kijken. Ook weer naar deze vlog. En ik hoop dat je ook weer deze vlog natuurlijk leuk vond. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende wedstrijden. En ook bij Liverpool hoop ik weer ooit een keer weer te zijn bij de kampioenswedstrijd van Liverpool. Dan als wij weer daarheen gaan. Of dat we een keer naar de Wembley Stadium gaan. Naar de finale van de FA Cup tussen Manchester City of Manchester United. Want die staan nog in de halve finale tegen elkaar. Dus laat even weten hieronder in de comments wat dat gaat worden. In de FA Cup halve finales. En wie hoopt er op Liverpool en wie hoopt er op Manchester United of Manchester City? Laat even weten hieronder in mijn comments in de reacties. En hieronder, dan kan ik ook even reageren. Dat zou ook echt leuk zijn. Ik hoop dat iedereen dat ook, dat iedereen dat ook gaat doen. En wij zien jullie aanstaande vrijdag. En mogen de beste winnen aanstaande vrijdag. En we gaan het wel zien. En ik zie je natuurlijk heel graag op 16 juni bij Guus Meeuwis in het Philipsstadion in Eindhoven. Bij zijn concert weer. En ook weer bij het muziekfeest van het jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam op 14 december. En ik hoop een beetje alles te kunnen vastleggen. Maar de muziek mag ik natuurlijk niet vastleggen, want het is copyright. En dat mag natuurlijk niet. Dus ik ga alleen de artiest filmen als ik met hem bij hem ben en als ik bij hem kan komen en met de foto's en filmpjes en zo, dan kan ik daar een vlog van maken en daarna ga ik het wel zien, want ik mag alleen die filmpjes van mezelf bewaren met muziek. Dus laat even weten onder hier in de comments wat het gaat worden voor de aanstaande wedstrijd ADO FC Groningen nummer 4 tegen de nummer 3. Laat hier onder in de comments weten. Ik ben reuze benieuwd naar jullie reactie. Laat het weten hier in mijn comments. En ik zie jullie heel graag aanstaande vrijdag. En wij gaan natuurlijk ook weer een keer naar Dona. Dus ook weer heel belangrijk. En ik wens jullie voor nu een hele fijne, vrolijke Pasen toe. Voor aanstaande week. En natuurlijk ook voor aanstaande weekend. Wat er nu weer aankomt. En ik wens jullie een hele fijne werkweek toe. Fijne werkweek. En ik zie jullie weer de volgende vlog weer. Jongens, laters. Dikke, vette peace. En tot vrijdag 29 maart in Den Haag. Laters!